Beste mensen, wat goed dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de podcast Jens Talks. Ik zit hier samen met het illustre duo M&M, Marijn en Milou. En, wat een aankondiging. We zijn weer, het volledige trio is weer compleet vanmorgen. Dus, ja, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Om een nieuwe podcast op te nemen. En Milou, de vorige keer vond het een beetje lastig. Dat snap ik ook wel. Het ging natuurlijk over een gevoelig onderwerp. Ja, jullie aflevering. Ja, en de allereerste. Over de rol van vrouwen in onze samenleving. Oh, die. Of ik dacht die van vorige week, want daar vond ik ook wat van. Ja, toen miste je eigenlijk een beetje de vrouwelijke progressieve inbreng eigenlijk. Nou, niet per se de vrouwelijke inbreng, maar gewoon überhaupt de niet... extreemrechtse inbreng. Oh. Nou, ik snap wat we je bedoelt. We moeten nog beginnen. Nee, ik snap wat je bedoelt. En ik ga er niet serieus op in. Maar moet je niet doen. Je moet niet altijd wegzetten als extreemrechtse. Daar ben ik giftig voor namelijk. Maar je hebt wel gelijk. Misschien hadden we voortaan bij dit soort onderwerpen misschien een iets ander geluid kunnen laten horen. Dat ben ik met je eens. Des te blijer zijn we dat we nu weer met z'n drieën opnemen. En we gaan het zeker over een gevoelig onderwerp hebben vandaag. Waarbij er ook verschillende zijden aan het debat zitten die nu volgens mij wel een beetje vertegenwoordigd zijn. Maar eerst willen we, zoals we gebruikelijk zijn, een beetje de actualiteit bespreken. En daar kom je eigenlijk niet omheen dat er midtermverkiezingen waren in de VS. Daar hangt veel vanaf van hoeveel macht Joe Biden heeft en krijgt eigenlijk, doordat hij zijn plannen door het congres heen kan loodsen. En weet jij de laatste tussenstand, Marijn? Geen idee. Ik weet wel dat de Democraten Pennsylvania hebben gewonnen. Maar het is nu woensdagmiddag uit mijn hoofd 9 november. Woensdagochtend 9 november, dus waarschijnlijk als dit online is, is alles en alle stemmen geteld. En je weet maar nooit, want misschien verdwijnt er nog wel een en ander. En er wordt nogal vaak gefraudeerd, toch, met die stemmen? Of het schijnt. Ik op Twitter ook weer allemaal filmpjes rond, ja. Maar Twitter is nu ook van Elon Musk, dus... We zullen het zien... Even nog voordat we over die midterms gaan hebben. Hebben jullie al een blauw vinkje op Twitter? Ik heb geen Twitter. $8 per maand, dacht ik. Ja, ik had geen blauw vinkje en ik ben ook niet van plan. Nee? Want iedereen kan dat dan kopen? Of wat is dan precies het idee? Ja, het idee is dat iedereen voor $8 kan je gewoon een blauw vinkje kopen. En dan ben je gewoon geverifieerd op Twitter. Maar ik dacht dat verified ook een soort van waarde had. En nu heeft dat totaal geen waarde meer. Want als je maar die $8, dat kan iedereen ongeveer wel betalen. Een troll-account met 3 volgers en een blauw vinkje. En dan, nu kunnen wij ook een blauw vinkje en dan krijgen. Is het wel, de naam is Gert0708 of zo. Ja, maar kan dat dan wel? Want dan is dat dan wel je echte naam waarschijnlijk moeten opgeven, denk ik. Ik denk wel dat er nog iets meer aan vasthangt. Maar goed, misschien zeg een beetje te snel. Maakt toch ook niet wat ik altijd wel leuk vind aan Elon Musk is dat hij ook zo helemaal... dan zijn mensen daar weer boos over dat je moet betalen voor dat vinkje. Van ja, en het wordt opeens duurder en zo. En dan zit hij allemaal memes te plaatsen met... ja, je geeft ook €8 bij de Starbucks uit of ergens anders. En dan maakt hij dat een beetje belachelijk. Van jongens, ik beheer het platform nu. En als je al gaat zeuren over €8 per maand of $8 per maand... je hoeft het niet te kopen, dat blauwe vinkje. Nee, dus ik kan wel trollende karakter van hem, vind ik wel leuk. Ik vind het gewoon niet echt oké dat hij Twitter heeft gekocht. Ja. Maar laten we dat dan heel even voordat we echt naar die midterms gaan en dan naar het onderwerp vandaag. Maar hoezo vind je het niet oké dat hij Twitter heeft gekocht? Ik vind dat best wel eng dat je dat zomaar kan kopen. Ja, maar dat is toch... Dat is continu gezegd, ja, vrije markt. Als we zeiden van, joh, bepaalde geluiden worden er afgegooid. Donald Trump werd er afgegooid. Dan was het, ja, nee, maar het is een particulier bedrijf. En dat is nou eenmaal goed georganiseerd. Dus daarom gaat de overheid er niks aan doen, et cetera, et cetera. Dan gaat het verder in het particuliere circuit. Wat je er verder ook van vindt. En dan opeens zijn al die mensen die het prima vonden dat Trump er af werd gegooid, want het was een particulier platform. Dan is het opeens een probleem dat Elon Musk aan de macht komt. Hoe zit dat dan precies? Nou ja, ik vind misschien juist dat dit soort platforms juist wel meer gecontroleerd moeten worden, omdat het zoveel mensen bereikt. Dus ik vind dat het in eerste instantie niet per se particulier had moeten zijn, maar en nu wordt het alleen maar erger. Misschien heeft het, ik weet ook nog niet hoe het gaat uitpakken. Misschien wordt het juist nu weer helemaal nieuw leven ingeblazen en komt iedereen nog meer aan zijn trekken op Twitter. Maar ik vind het wel... Dat is natuurlijk de vraag wat je zegt, hoe het zich uit gaat pakken. Je weet het nog niet. Ik ben gewoon principieel tegen... Iedereen zegt het, maar ik denk dat weinig mensen het ook daadwerkelijk zijn, maar tegen censuur. Of het nou Donald Trump is, of wie dan ook. Ja. Met de grens dat je... Ja, alles wat tegen de wet ingaat, is de grens. Dus haat, zaaien, opruiming, allemaal dat soort dingen. Maar in principe moet je... Subjectief, hè? Ja, subjectief. Dat is een grijs gebied. Maar precies. Maar die grens wordt zelfs steeds lager. Je mag steeds minder zeggen. Tenminste, in mijn ogen word je sneller van Twitter gegooid of geblokkeerd, et cetera. Dus als het minder censuur met zich meebrengt, dan ben ik voor. Ja, ik niet per se. Want als er geen censuur is, dan kunnen mensen dus elkaar alles wijs maken. En dan komt er dus ook heel veel... ik wil er niet te diep op ingaan. Ja. Maar als iemand onzin loopt te verkopen, dan kan hij wel een hele following opbouwen. Ja, en dat gebeurt... Wie bepaalt dat onzin is. Ja, en ik vind... Dat is, nou ja, maar je kunt het wel over hebben. Geloof je dan niet in de kracht van het debat? En in de kracht van... Dat als er onzin wordt verkocht, dat het ook bestreden kan worden. En dat er dan mensen tegenin kunnen gaan en met bronnen kunnen komen. Ja, dat wel. En moet dat dan van tevoren, van bovenaf, zeg maar, worden verboden? Want als ik daaraan denk van onzin verkopen, dan heb ik het een beetje over feitelijke onzin, zeg maar, dingen die gewoon aan toon maar niet kloppen. Feitelijke onzin.
Nou ja, als je kijkt van dat je onzin wel of niet mag verkopen, dan moet ik ook heel vaak denken aan die coronadiscussie. En bij Facebook stond precies alles wat je niet mocht beweren. Onder andere dat natuurlijk immuniteit heel erg goed was en misschien wel beter werkte dan vaccins. Dat mocht je niet vertellen. Nou, inmiddels is dat een beetje common sense geworden. Dus ja, ze kunnen het er ook over hebben van... Maar het is uiteindelijk toch wel verteld. Nou ja, het werd er wel continu vanaf gegooid. Diepere vragen werden ook allemaal posts verwijderd, zeg maar, die hier wel betrekkingen tot hadden. Ja, ik denk dat we nu... mondkampjes ter discussie stelden. Het punt is, van ja, er wordt veel onzin verkondigd, ben ik het mee eens, vind ik het goed en wenselijk, nee. Maar moet dat dan vanuit zo'n platform per definitie bepaalde geluiden worden geband? Ja, het is in mijn ogen heel simpel. Wat jij zegt, daar wil ik me eigenlijk op aanhaken. Misschien moeten we dan dit onderwerp even afsluiten. Ja, het is anders wordt het te lang. Nee, maar gaan we een keer vervolgen. Ja. Je vroeg terecht, geloof jij dan niet in de kracht van het debat? Als ik onzin gooi op Twitter, op welk medium dan ook, dan vind ik dat mensen dat moeten ontkrachten. Dus dan moeten ze mensen tegen mij kunnen zeggen van... Marijn, je verkoopt onzin hierom en hierom. Klaar. En dan word ik, dan wordt mijn mening gecanceld, hoe je het ook wil noemen, maar wel op de inhoud. En niet al bij voorbaat. Ik denk ook daarbij dat als je mensen censureert, dat het ook veel meer die desinformatie tussen aan hele grote aanstekens voedt. Want ja, dan gaan mensen in alternatieve sectoren of groepen met elkaar praten. En dan wordt het eilandjes, hè? Dan wordt het helemaal niet meer gecontroleerd. Ja. Dus ik denk dat dat een hele slechte zaak is. Houd het, controleer het misschien, maar houd het wel in de perken. En ga niet alles op desinformatie gooien, want dat is echt, dat loopt uit de hand. Ja, ja. En ik hoop gewoon dat mensen niet... Gesproken, hè? Ja, nou, ik vind dat je fantastisch spreekt, maar ik wil alleen nog zeggen dat... Wat ik gewoon heel irritant vind, is dat zodra je tegen één ding bent... dan ben je ook tegen alles wat de overheid doet. En dan blijf je maar over zeiken op al die platforms. En ik denk dat mensen daar gewoon mee moeten kappen. Mm-hmm. Want ik geloof gewoon niet dat de overheid alles slecht met ons voor heeft. Dat zeg ik dat ook. Dat is wel wat vaak uiteindelijk... Nou, ook al zou je dat beweren, moet je daar toch ja, wel wat over maar kunnen voeren. Ik vind het, ja. Ja, ik hou gewoon niet van Twitter. Oh, ja. Nee, ja. Dat is uiteindelijk... Ik zag net nog op je ja, ik krijg wel melding af en toe. Ja, je hebt pushmeldingen van Twitter. We hebben je geëxposed. Ze heeft pushmeldingen van Sander Schimmel, ben ik aangezet, hè? Nee, die had ik al aan. Ze voelt zich zo eenzijdig. Nee. We gaan snel door. En we zeggen overigens nog bij dat er een podcast komt nog aan over dit onderwerp ongeveer. Het gaat er een beetje aan raken. We gaan namelijk nog spreken met Chris Albers, die we hebben bij deze verklapt. En als je dat niet wilde, dan is het toch gebeurd. En daar gaan we het onder andere over dit onderwerp nog doorspreken. Dus wordt nog vervolg voor de kijkers die er geen genoeg van konden krijgen. Ja, en dit waar we nu over hebben, de midterms, een mooi bruggetje wordt uiteindelijk onderwerp van vandaag. En ik mag ik het bruggetje alvast maken? Ja, ik wil het eerst nog even hebben over die midterms. Want hoe stond het daar nou voor? Nou, volgens mij is het Huis van Afgevaardigden, de Tweede Kamer van Amerika, gaat naar de Republikeinen. Dat was ook eigenlijk wel de verwachting. Alleen het is nog heel spannend wat de Senaat eigenlijk een soort van Eerste Kamer gaat doen. Ja. Of die nou naar de Democraten gaat of naar de Republikeinen. En dat is nog heel erg spannend. Er werd gezegd van ja, er kan wel een red wave gaan komen, dat de Republikeinen winnen en Joe Biden massaal af gaan straffen. Dat is niet zo, maar hun macht wordt wel groter. Dus het wordt heel erg spannend of Joe Biden zijn plannen er nog door het congres heen. Het is heel interessant. Het is ook een beetje progressief versus conservatief. En dat is dan ook de discussie van vandaag. Hè. Recht op abortus, is dat goed of juist niet? Het kan ook genuanceerder, hoeft niet zwart of wit te zijn. Maar dat is wel ook een discussie die in Amerika nu op het spel staat. In de staten Vermont, Californië en Michigan. Ja. Die hebben gestemd nu voor het recht op abortus om dat weer op te nemen. Want even goed om misschien even uit te leggen. Dat er was een soort van recht in heel de VS naar Roe versus Wade. Een uitspraak dat het recht op abortus eigenlijk verankerd moest zijn voor iedereen. En dat is toen geschrapt. En dat heeft er ook een beetje mee te maken dat Trump van die hoge rechters had benoemd in zijn termijn. En daardoor mogen staten er nu zelf over beslissen. Maar goed, moet ik wel bij zeggen, die staten zijn voornamelijk ook democratisch. Dus de verwachting was al wel dat zij dat recht op gingen nemen. Ja, maar ook heel veel staten, volgens mij 13 staten, hebben nu ook gezegd... Nee, abortus moet verboden of gedeeltelijk verboden worden. Ja, dus daar wordt echt om gestreden nu. In mei was natuurlijk ook een ontwikkeling over. Dus dat is ook waar die verkiezing ook over gaat. Dus dat maakt het nog interessanter. Ja. En zeker ook daarom gaan we dit gesprek weer met elkaar voeren. Omdat de balans met ons drieën denk ik wel heel mooi is. Dat je, Tom, je bent een christen. Milou, je bent, zeggen, een progressieve dame. En wat ben ik? Ik zou mezelf, dat zei vorig jaar ook, als liberaal wil je definiëren. Maar ik vind het ook allemaal zo, ik wil geen stempel op wie dan ook. Ik wil geen hokjes denken, hè? Maar je plaatst ons nu wel net alle drie in een hokje. In dit gesprek komen we natuurlijk wel vanuit een bepaalde invalshoek. Dus maakt het wel heel interessant. Nee, dat klopt. Dus, ik weet niet hoe we dit gesprek gaan beginnen. Maar... Nou, allereerst, omdat het inderdaad heel actueel thema is. In Amerika wordt erover gestemd, maar ook in Nederland is er denk ik veel om te doen. Dus een mars voor het leven aankomende zaterdag. Ja, goeie. Ja. En dat is toch iets waar wordt al vele jaren georganiseerd. En daar gaan echt duizenden, soms wel tienduizenden mensen naartoe. Dus heel vaak denken mensen van die discussie hebben we gehad. En daar moeten we het vooral maar niet meer over hebben, want dat is een... recht wat verworven is en daarmee is de discussie klaar. Maar heel veel mensen zijn het daar niet mee eens.
En die gaan naar Den Haag toe, naar het Malieveld. En een rondje lopen door Den Haag soms in stilte. En die geven een signaal van, joh, er zijn ook mensen die er nog anders over denken. En de laatste Nederlandse ontwikkelingen zijn, voordat we dan echt over met elkaar in discussie gaan, is dat de bedenktijd per 1 januari 2023 is afgeschaft. Dus vrouwen hebben geen verplichte bedenktijd meer. Ja, op het moment dat ze naar de arts zijn. Ja, omdat ze naar de, als ze naar de arts zijn geweest, hebben ze geen bedenktijd meer. Ja, dan was natuurlijk het debat ook, is dat goed, is dat niet goed? En toen laaide de discussie ook weer op van, ja, wat vinden we überhaupt van het recht op abortus? En jij zegt net, zadig is stille mars voor het leven. Ja. En de gelijke vraag die je met de binnen schiet aan Milou. Ja, ik denk dat iedereen voor het leven is. Of hoe interpreteer jij de naam van dit protest? Ik vind het altijd heel erg... Inderdaad, het schildert meteen iedereen die voor het recht op abortus is af als mensen die tegen het leven zijn. Maar dat is denk ik niemand. En door het zo te noemen... is het echt, creëer je echt een soort us versus them, dat wij zijn voor het leven en jullie mensen die voor abortus hebben gestreden zijn daartegen. En dat is gewoon niet waar. Dus ik vind die benaming gewoon echt heel erg krom. Mm. En ik word daar een beetje verdrietig van. Nu we het toch over een paar cijfertjes hadden, ik weet of jullie dat ook hadden gezien, maar het blijkt dus dat als je in Nederland gaat kijken hoeveel mensen er voor of tegen abortuswetgeving zijn, dat hoe jonger je gaat kijken, hoe minder mensen er weer voor het recht op abortus zijn. Ja. En dat vind ik wel schokkend. En ik denk dat dat deels te maken heeft... Kijk, ik vind het schokkend omdat ik het een heel belangrijk recht vind. Maar dat heeft deels te maken met het feit dat wij er niet voor hebben hoeven strijden. Want toen wij geboren werden, was het recht op abortus er al. En de mensen, de oudere generaties die er wel voor hebben moeten strijden, die vinden dat nog steeds heel belangrijk. Maar wij hebben nu de luxe om daar weer over na te gaan denken. En daardoor is het voor ons, denk ik, anders om daar nu voor of tegen te zijn. Okay. Maar ik vind dat wel eng. Maak je verdrietig? Nou ja, ik vind het eng. Over, ja, want wat je zegt dan over dat leven, hè, van omdat je het een beetje de framing kennelijk aan die kant niet zo plezierig vindt. Maar zij hebben het natuurlijk over het recht van het ongeboren leven. Dat vinden zij ook bij het recht op leven, hoor. En juist abortus maakt daar is daar een inperking op. En dan zeggen zij van, joh, wij staan voor het leven. Of je nou jong of oud bent, groot of klein, maakt niet uit. Ook als ongeboren leven, daar willen wij voor zijn. En mensen die voor het recht op abortus zijn, vinden het prima om dat leven gewoon te beëindigen. Vinden het prima. Ik denk, kijk, ik ga wel nu zeggen, ik heb nog nooit voor die keuze hoeven staan om iets weg te laten halen, gelukkig. Mm-hmm. Want ik heb voordat we deze podcast gingen opnemen, 2 documentaires gekeken. Eentje uit 2004 en eentje van een jaar geleden. En daar werden ook vrouwen in geïnterviewd die dus abortus hadden gepleegd. En het is echt niet dat zij zo denken, nee, ik laat het gewoon weghalen. Het is echt een hele ingrijpende beslissing. En ze hebben er elke dag nog, de meesten hebben daar gewoon nog echt lang last van. En zij voelen dat ook echt, dat niet normaal is dat je dat doet. Maar dat betekent niet dat ze dus inderdaad zo makkelijk denken, oh, ik laat het weghalen, want... ik ben niet voor het leven, voor ieder mensenleven. Want ik denk dat in de kern iedereen voor het mensenleven is. Als je nu zwanger zou worden, zou je dit dan weg laten halen? Dat weet ik niet. Ik kan dat. Ik heb best wel vaak krijg ik deze vraag. Gewoon ook met vrienden en zo. En ik zeg altijd dat ik daar pas antwoord op kan geven als het daadwerkelijk zo is. Want je krijgt ook een heel ander gevoel. Tenminste, ik stel me voor dat als je zwanger bent, ik weet hoe het voelt om iets in me te hebben dat leeft. Ik weet dus ook... Ja, ik weet dat niet. Nee, we gaan nu geen vieze grapjes maken. Het is hier dood serieus. Ja, ik weet toch niet hoe het voelt om zwanger te zijn. Nee. Dus ik kan misschien nu wel leuk zeggen, ja, dat komt me niet goed uit. Maar misschien als ik daadwerkelijk zwanger ben, nou, het ligt natuurlijk ook aan of ik een relatie heb of niet. Want ik zou het wel pittig vinden om zwanger te zijn zonder dat je iemand naast je hebt die dat met jou doormaakt. Ja. Natuurlijk heb je wel je familie en zo, maar... Ik weet niet of ik het weg zou laten halen. Ik denk dat ik ben nu 24. Ik denk dat ik het misschien zou houden. Maar nog even over wat je net zei over die framing van de mensen die tegen het recht op abortus zijn, die zeggen dat ze voor het leven zijn. Ik heb dat net een beetje uitgelegd waar dat vandaan komt. Volgens mij kun je dat verhaal in ieder geval op zijn minst volgen. Maar toen zei jij vervolgens wat eigenlijk een beetje de framing van de andere kant is, waar ik juist moeite mee heb. En dat is volgens mij iets wat helemaal niet klopt. Namelijk dat jij zegt van dat er mensen zijn die pro-life zijn. En ook demonstreren of daarmee in de media komen. Die zeggen dat vrouwen die abortus plegen, die keuze lichtzinnig maken. Volgens mij heeft niemand dat ooit betoogd. Maar zo zei jij het net. Hoezo? Jij zei het net, ja, ik heb niet jouw precieze woorden onthouden. Maar hoe jij het net zei, is dat er mensen zijn die het prima vinden om abortus te plegen. Ja, het kwam heel licht. Vinden. Ja, maar dat
klonk dus vrij van alsof het heel makkelijk is. Daarom haakte ik daarop aan. Okay. Ik zeg niet ik bedoel dat jij het recht op abortus. Nee, want niet, sterker nog, het prima vind ik, zou het zelfs nog sterker willen uitdrukken. Toen pas die bedenktermijn inderdaad is afgeschaft. Dat was Corinne Ellemeet van GroenLinks. Die was een van de grote aanjagers daarvan. Ja, die was echt aan het dansen en aan het feestvieren. En, ja. Dan denk ik van, joh, het gaat over zoiets tragisch. Daar zijn we het in ieder geval alle twee en alle drie denk ik wel over eens. Het is een heel gevoelig onderwerp met heel veel emoties aan beide kanten. Ja, het is heel simpel. Abortus, maar dan moet je het toch niet een... dat gaan de abortus hele is, ja, maar dat ligt niet. Nee, maar het is een noodzakelijk kwaad abortus. Abortus is nooit leuk. Alleen, ja, ik snap dat je huiverig daarop bent. Want ja, kijk, ik vind dat uiteindelijk een vrouw de keuze moet hebben om abortus te plegen of niet. Maar het moet niet zo laagdrempelig zijn zoals er nu over wordt gedaan. Uiteindelijk heeft een vrouw en een man, ook zeker een man, moet ook niet onbenoemd laten. Al eerder over gehad, ja. Nou ja, die heeft ook echt een, hebben het over gehad, maar ook een enorme verantwoordelijkheid. Op het moment dat jij je pielenmaus ergens insteekt. Ja, dat vind ik ook. Dan heb je ook een verantwoordelijkheid. Maar... Alleen, het is niet zo dat je even seks hebt en dat je dan een dag later kan zeggen, nou, ik ben zwanger, nou, fuck it, ik neem een pil en een dag kindje. Want het blijft gewoon een ongeboren leven. Het is... Ja. Het is echt nogmaals, een noodzakelijk kwaad. Alleen, ja, voor mij heeft het een zwaarder gewicht dat de vrouw uiteindelijk de keuze moet hebben om het weg te kunnen laten halen. Maar dat die bedenkt, het is afgeschaft. En dat er nu wordt gejuicht, hè, wat je zegt door PvdA en GroenLinks-fracties. Die bedenktermijn hebben afgeschaft. Maar dat is natuurlijk, dat zegt veel over hoe er nu over na wordt gedacht. Over de abortus. En dat vind ik ook totaal niet kunnen. Dat mag ik daar iets over zeggen, over die bedenktijd? Ik denk niet dat afschaffen van de bedenktijd betekent dat heel veel vrouwen nu opeens in een 20 uur die beslissing gaan nemen. Maar er zijn mensen die... Het zijn er niet veel. Ik heb ook opgezocht. Het zijn niet veel mensen die verkracht worden, zwanger raken en daardoor abortus plegen. Ja, dat is wel het eerste. Nee, maar ik wil even uit. Nee, dat hoort dat daarom. Dus ik ga dat ook niet zeggen. Yes. Maar stel je bent... nou ja, ik wil niet te veel op mezelf betrekken. Maar toen ik 15 was, toen ben ik er aan ontsnapt, zeg maar. Maar het had fout kunnen gaan. Stel ik was toen zwanger geworden. Dat kan. Mm-hmm. En stel, mensen hadden toen tegen mij gezegd... ja, maar je hebt nu wel 5 dagen moet je wachten voordat je het kan laten weghalen. Waarom? Als ik kapot van ben en ik weet... ik heb het er waarschijnlijk voordat je besluit om die kliniek te bellen... heb je het erover gehad. Ja, maar dan heb je het erover gehad. Dus het is niet dat jij denkt, oh, zwanger, oh, bam, meteen bellen. Waarschijnlijk heb je het met iedereen erover gehad. Dat is ook het argument van de mensen die tegen die bedenktijd waren. En dat is op zich een best wel nobel argument. Maar ik denk dat op het moment dat je een gesprek hebt gehad met een arts... en je de consequenties weet van wat je uiteindelijk wil gaan doen... Hè, want uiteindelijk ga je gewoon een ongeboren leven beëindigen... Ja, ik denk dat op het moment dat het dan meer tussen aanstekens, een beetje een ongelukkige woordkeuze, misschien maar iets meer gaat leven in je hoofd, dat je er toch net iets wat beter kan over gaan nadenken dan op het moment dat je thuis bent, in paniek bent. Want als je in paniek een leven doodt en opeens denk je er over een tijdje weer anders over. Ja, er zijn je moet het echt wel overwogen. Geen garantie, je kunt niet meer terugdraaien. Nee, maar volgens mij, tenzij ik het niet begrijp, is het niet zo dat die bedenktijd nu weg is, dus je mag hem ook niet meer hebben. Ik denk dat je nog steeds erover na mag denken. Klopt, maar heel veel, juist als je bijvoorbeeld in paniek bent, juist in dat soort situaties. En ik snap de hemel dat het heel schrijnend kan zijn als het recht op abortus is en je moet wachten, et cetera. Dus ik heb er best begrip voor. Maar ook juist in zo'n situatie kan er sprake zijn van paniek en van de zaken niet goed overwegen, wat Marijn net eigenlijk al zei. En plus, daar voeg ik aan toe, vergis je ook niet, zeker als je in de cijfers ook bent gedoken, het komt zeker niet weinig voor... dat mensen ook bijvoorbeeld onder druk worden gezet. Juist door bijvoorbeeld een partner die zegt... ja, maar ik wil het absoluut niet. Jij gaat het weg laten halen en je voelt je onder druk gezet. Misschien wel door je sociale omgeving. Juist dan is het toch ook belangrijk dat je een soort van termijn hebt... waarbij je kunt nadenken van... Maar die heb je toch ook? Want je hoeft niet op dat moment die keuze te maken. Het is alleen die mensen die dat niet willen... dat ze daar ook niet aan vast hoeven houden. Dus ik vind dat je het van twee kanten kan bekijken. Ja, dat doen we. We nuanceren alles nee, kapot nee, maar in deze ik bedoel, podcast. Maar... Nee, maar... Vooral met jouw inbreng ook, Marijn. Ja, bedankt. Enerzijds, anderzijds. Ja, maar... Ja, maar dat is toch irritant als je gaat filosoferen... wat ik over het algemeen heel leuk vind. Dat je dan inderdaad de voor's en tegen ziet. En natuurlijk heb ik een mening. Ik vind uiteindelijk dat vrouwen abortus moeten plegen. Maar de nuance is... Kunnen plegen, Sorry. Nee, inderdaad, kunnen plegen. Want moeten plegen, dat is wat ik wil zeggen... Het is echt een noodzakelijk kwaad. En ik vind juist dat helemaal niet zo dat er niet zo laagdrempelig over nagedacht moet worden. Maar dat wordt er dus niet. Wat ik nu zeg, kan je niet verankeren in een wet. Dat je zegt van, alleen je kan er misschien wel... of het nou bedenktijd is of iets anders. Ja, hoe zeg je dat? Het is meer, denk ik, alles eromheen moet veranderen. Het moet minder lichtzinnig over seks worden nagedacht. Ja, dat ook. Maar nog één ding. Mm-hmm. Heel veel, ik hoor namelijk ook van de anti-abortus kant dan dat... er anticonceptie is. En dat werkt gewoon, maar dat is niet 100%. Nee. Dus als jij heel braaf condooms gebruikt, de pil slikt of een spiraaltje hebt en je wordt alsnog zwanger en je bent
Nou ja, je moet ook denken aan het leven van de vrouw. En je hebt alles eraan gedaan om niet zwanger te raken, maar het gebeurt toch. Moet je dan op je 16e bijvoorbeeld je hele school en werk op pauze zetten, omdat je dan nou eenmaal bekroond bent met een kind? Ja, ja, je snijden volgens mij alle twee een beetje hetzelfde onderwerp aan. Dus dat is, en dat vind ik heel goed om die parallel te trekken. En dat abortus heel erg samenhangt ook met het denken rondom seks en zo. En de hele seksuele cultuur die er in Nederland heerst. Ja. En dat puur op genot gebaseerd is. En dat helemaal los is gekoppeld van een liefdevolle relatie. Dat heb je eigenlijk sinds de jaren 60 gezien. Hè, met die hele seksuele revolutie ook. En ik denk dat dat ook ervoor heeft gezorgd. Dat je dan nu in dit soort situaties komt. Kijk, want als je op het moment dat je alleen seks hebt in een stabiele relatie en zo. Ja, dan heb je dus al gelijk een soort van veilige omgeving. Waarbij je er ook met elkaar voor kunt zorgen. En wat je er verder ook van vindt van die seksrevolutie. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat we dat nu aan andere kanten moeten compenseren. Want ja, die anticonceptie die werkt niet 100%. Dus ja, er blijft altijd een geval misschien dat het dan verkeerd kan gaan. En dan moeten we daar toch mogelijkheden voor hebben. Terwijl je ook kan zeggen, ja, misschien zouden we wel iets aan die seksuele cultuur moeten doen in Nederland. Ja, ja, maar ga jij dat veranderen? Ik bedoel, er zijn altijd de mannen, in mijn hoofd zijn de mannen, hebben over het algemeen vaker behoefte aan seks dan vrouwen. Nou, dat is nee, mannen zijn echt waar. Dat, nou ja, dat kijk, zijn ook onderzoeken over is, geweest. Ja, nee, ik geloof best wat je zegt en ik kan ook niet ontkennen dat ik vaak zit met mijn seks. Maar ik heb ook wel echt een aantal vrouwen meegemaakt en ik hoor ook vaak van vrouwen dat zij er zelf net zoveel zin in hebben. Ja, dat tuurlijk, dus tuurlijk. Maar ik snap wat je probeert te zeggen, maar ik denk niet dat dat helemaal zo het geval. Als onderzoek over zijn, wil ik die graag lezen. Nou ja, en ik vind niet. Ja, nee, maar en ik vind niet dat we nu moeten gaan zeggen, ja, dan moeten mensen maar niet meer met elkaar naar bed gaan. Nee, kijk, we moeten. Dat vind ik echt. Je moet er nou ja, wel over nadenken. Op het moment dat je, ik ben helemaal voor genieten is een heel belangrijk onderdeel van seks. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar ik denk wel dat het goed is om na te denken. Van, is het maar verstandig om met iedereen zomaar bed te delen? Dat vind ik sowieso niet verstandig. Nee, maar jongens, het is toch gewoon een trend die we al langer zien. En ik kaart dat nu echt zo vaak aan in de podcast dat ik een beetje zelf zo vaak herhaal. Graas plaat begint te worden. Maar. Ja, het begint. Ik kan er gewoon een cassettebandje opzetten en dan niet meer hier zitten. Nee, maar het is toch een trend dat we allemaal massaal minder verantwoordelijkheid nemen. En als je dat nu op de mannen wil betrekken, of vrouwen ook. Kijk, tuurlijk mag je van seks genieten, maar uiteindelijk blijft het een voortplantingsgebeuren. Er kan een kindje uit voorkomen. Dus we hebben heel veel voorboedsmiddelen, condooms, vrouwen kunnen de pil slikken. Terwijl ik het ook overigens wel slecht vind met hormonale dingetjes en toestanden. Ja. Maar het kan wel allemaal. Mm-hmm. Dus ja, er moet een balans zijn tussen ervan genieten en je verantwoordelijkheid nemen. En als het al zover is, is abortus echt de ultieme grens. Maar daarvoor moeten zo zoveel stappen aan vooraf zijn gegaan, dat echt gewoon niet anders kan. Mm. En het moet niet worden gedacht van, ik doe geen pil, want het is slecht voor me. Als man, ik ben te lui om condoom te halen of mee te nemen. En ik ga steken hem even ergens in. Dat vind ik ook te makkelijk. Ja, nou, ik vind misschien dat er ook beter onderwijs inderdaad over moet worden gegeven. Want ik weet dat ik in de tweede klas kreeg alleen een beetje seksuele voorlichting over hoe je een anticonceptie werkte. Maar je kreeg niet per se echt concreet te horen van, nou, dit gebeurt er als het niet. Je weet wel, er komt er een baby, maar het wordt niet met echt emotie gebracht. Het is niet dat je er daarna echt over nadenkt. Dus exact. Ik denk dat daar misschien meer aandacht aan. Want ik vind het zelf, kijk, ik duik niet met iedereen het bed in, omdat ik dat gewoon vies vind. Nou, dat is mijn mening. Doe jij dat niet? Ja, even kleine, ik doe dat niet. Nee, ja, ik vind het gewoon. Ik vind het niet bijzonder om met iemand naar bed te gaan als ik er geen gevoel bij heb. En ik heb op één avond geen gevoel bij iemand. Want dat duurt bij mij wat langer. Dus ik doe dat niet. Dus ik vind het, en ik vind het sowieso dat mensen ook qua niet alleen zwangerschap, maar ook SOA's en andere ziektes, dat je gewoon bewust moet zijn met wie je het bed deelt. Ja. Maar ik vond het een heel goed punt wat je zei. Want als ik terugdenk aan mijn seksuele voorlichting, klas 2, biologie. Ik weet nog precies van wie ik het kreeg. Ik heb helemaal overigens altijd dat stereotype van een banaan, daar moet je wat omheen trekken. Dat heb ik helemaal niet gehad. Nee, ik ook niet. Het enige wat ik wel heb gehad is gewoon puur, hoe zit het biologisch? Maar het hele bewustwording en vooral je verantwoordelijkheid nemen, dat heb ik niet eens gehad, zeg maar. En dat is wel ontzettend, juist in die fase. Hè, heel belangrijk, dan ontwikkel je juist. Ja man, begint er al van alles te gebeuren en ben je 24/7 geil. Of ja, ik bedoel, als je puber bent, dan gieren door hormonen. Je mag het gewoon zeggen, gewoon geil, beren, gooi het maar hoor. Ja, ik zeg gewoon even hoe het is. Berig! Zo praat jij altijd, papa is een beetje berig. Ik hoorde vast een mooie uitspraak van een joch die zei, ben van, ja, wat zo bronstig, zei hij. Ja, zijn dus herten die geil zijn. Ja. Okay, ik heb zo gelachen, man. Maar papa, denk je dat ik mezelf papa noem?
Oh nee. Dat vind ik wel een beetje... Jetty Marijn. Nou, laat maar. Dat loopt een beetje uit de hand in, maar dat doe ik toch even recht zetten. Dat doe ik niet hoor. Dat, maar die seksuele voorlichting die loopt achter. En zeker vind ik wel, gaat om alleen maar dat biologie en totaal niet de verantwoordelijkheid nemen. Ik vind het wel mooi dat we daar, of je nou voor of tegen abortus bent, we zijn het er allemaal over eens van. Eén, het is hartstikke tragisch als het gebeurt. En je hebt dan een supercomplexe situatie te pakken met vaak veel moeilijkheden en pijn en zo. En het tweede is, je moet gewoon in het stadium daarvoor kunnen we misschien wel zoveel meer doen. Maar Tom, ik ben wel benieuwd naar jou. Want jij bent natuurlijk christen. En dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom jij tegen abortus bent, ja, toch? In principe. Ja. Vertel, want hoe wordt dat gevoed vanuit het geloof? Hoe ontstaat zoiets, die gedachte? Ja, ik ben tegen abortus in principe. Omdat ik het gewoon niet moreel afkeur. En tenzij de leven van de moeder echt om medische redenen in gevaar komt. Dan en je keurt het moreel af omdat het... ontnemen van leven is. Ja, het ontnemen van het leven. En ik geloof, ook vanuit de Bijbel, en dat doe je toch als christen, dat elk leven gewild is door God en waardevol is. En dat het dus ook een soort van intrinsieke waarde vertegenwoordigt. Dus je ziet, en zeker, dat gaat vooral heel erg in tegen de seksuele cultuur nu in Nederland, van ja, een abortus, nou ja, dat ook als ik bijvoorbeeld naar de politiek kijk, hè, als dat zo'n recht op, of die bedenktermijn is afgeschaft, wat ook een heel complexe situatie is, want wat jij zegt klopt volgens mij ook. Dus het heeft echt wel twee kanten, ondanks dat ik daar ook een overtuiging over heb. Maar dat is zo complex en op dit moment wordt het alleen maar gevierd. Ik zag echt die Corinne Ellemede, die had gewoon lekker een foto van haarzelf gepost, waar ze helemaal aan het juichen was. Dus het wordt helemaal bejubeld en het is juist zo tragisch iets en... juist als je gelooft dat elk leven gewild is door God en daarmee ook waarde vertegenwoordigt, omdat hij de schepper is van al het leven. Ja. En dan zou ik dat niet zomaar lichtzinnig willen beëindigen. En vind ik überhaupt dat wij daar als mensen eigenlijk helemaal niet over zouden moeten gaan. Omdat het ook nog eens niet het leven van jezelf is. Het is het leven van een ander in principe. Het zit weliswaar in de buik van de moeder. Dus maar het is een afzonderlijk lichaam. Het is een afzonderlijk leven. Mag ik iets zeggen? Het is een beetje stom. Nee, we gaan nu lekker door. Ja, nee, natuurlijk. Nee, je wil goed in de microfoon praten. Ja, ik ga goed in de microfoon praten. Ik... ik vind het heel grappig dat je zegt dat het is het leven gewild door God. Maar aan de andere kant vind jij ook dat mensen onverantwoordelijk zijn. Maar is het dan niet gewild door God dat mensen gewoon het met Jan Anneman doen en zich maar daar had er dus voortplanten? Nee, dat heeft weer met iets anders te maken. Dat zijn volgens mij twee verschillende dingen. Of iemand bevrucht raakt, dat is toch te maken met biologie en niet per se. Of zeg maar, of ik probeer meer te begrijpen. Ja, ja, ja. Van, ik vind het altijd heel knap dat mensen heel gelovig kunnen zijn, maar ook geloven in de biologie. En dan hoe dat dan samen. Ja, de biologie is de schepping en dat is gemaakt door God. Dus dat okay, is ja. God heeft toch alles. Maar zo kan je heel makkelijk alles op. Nee, maar want je zei nog iets. En volgens mij was dat het punt wat je niet helemaal begreep. Aan de ene kant geloven ze dat elk leven gewild is door God, dat hij het heeft gemaakt. Ondanks de biologie. Hij is degene die het leven geeft. Want we kunnen het sowieso niet begrijpen waarom dat allemaal gebeurt. Waarom ontstaat een leven eigenlijk? Waarom bestaan wij? Ja, dat is, en een eicel samenkomen. Het blijft toch een wonder elke keer. Mm-hmm. Dus dat is gegeven door God. Maar aan de andere kant, ja, de mens heeft wel een eigen verantwoordelijkheid gekregen van God om ook eigen keuzes te maken. Dus het is zeker niet alles wat wij doen dat het maar goed is. Ik kan het je allemaal nog verder uitleggen hoor. Met nee, maar wat ik gewoon lastig vind, en ik ga weer dit voorbeeld nemen, ook al zijn het dus niet de meeste gevallen, maar stel je wordt verkracht. Ja. Je verkrachter, wat hij heeft, hoe hij heeft gehandeld, dat mag niet, volgens mij. Volgens van God, als ik het zo... Nee, natuurlijk mag het niet. Hallo. Maar er komt dan wel een kind uit. Ja, maar er komt dan wel een kind uit voort. Ja, dus en dat kind... de moeder wordt gestraft. Nou ja, dat vind ik dan. Want die verkrachter, die kan al lang weg zijn. Zeg maar, dat is niet dat hij nog in de picture is. Want nee, het is ook nu wat je nu ziet. Als je dat vind ik heel lastig. Als je het op de actualiteit wil betrekken. In Oekraïne natuurlijk, met Russische soldaten, die Oekraïnse vrouwen... verkracht en dat er kinderen uit voortkomen. Ja, dat zijn natuurlijk schrijnende situaties. Ja. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n vrouw een abortus wil plegen. Alleen ja, dan heb je de ene kant het fundamentele standpunt van jou dus. Van ja, het ongeboren leven heeft ook waarde. En de waarde die jij het belangrijkst vindt. En ik uiteindelijk dus ook. Maar dat je dus de vrouw het zelfbeschikkingsrecht moet hebben om die abortus te plegen. Ja. Alleen ja, het is heel lastig. Alleen... tegenwoordig wordt het ook gedaan, het is het zwart of wit. Dus of je bent pro-life, of je bent anti-leven. Of, ja, veel mensen zitten ertussenin. Ik zou me wel zelf wel gewoon pro-life... ja, nee, maar het komt zaterdag met die mars. Hè. Mars heet Stille Mars voor het Leven, als ik het goed heb. Ja, Mars voor het Leven, Stille Mars, ja. Ja, en wat wil je dan bijvoorbeeld daarmee bereiken? Of welke gedachten wil je aanwakkeren? Nou, omdat er heel erg wordt gesproken in de politiek, maar ook in het debat vanuit de media en hoe dat gewoon wordt gevoerd, is dat er ook helemaal niet over abortus meer gesproken mag worden.
geworden. Je moet sowieso voor abortus zijn. Het moet zelfs bejubeld worden. Nogmaals, dat zie ik echt in de politiek bij al die indieners. En we mogen het er eigenlijk niet meer over hebben. Al is het maar over de schaduwzijde. Al is het maar over ook dat er ook belang zit aan goede hulp geven. Want alleen als je dat al zo ongeveer stelt, dan is dat, ja, maar jij, dat is eigenlijk al een inperking van het recht op de vrouw. Er wordt zo spastisch over gedaan. En juist bijvoorbeeld, laat ik één voorbeeld geven. D66 in het Europees Parlement. Ik ben haar naam even kwijt. Maar er was een Europarlementariër van D66 en die had onlangs gezegd dat volgens mij pro-life organisaties niet meer in het Europarlement mochten. Want dat was, daar mochten we dus niet meer over hebben. De discussie over abortus mocht eigenlijk niet gevoerd worden. Abortus moet dan ook in allemaal verdragen terechtkomen, zodat je eigenlijk het niet meer open over kan spreken. Want ja, dat is dan een bedreiging voor de vrouw. Dus het wordt gedepolitiseerd. Het mag geen debat meer over gevoerd worden. En dat vind ik heel erg fout. En ik vind het juist heel goed dat in die drang, zeg maar, om het er niet meer over te hebben, eigenlijk een soort van postdemocratische gedachte van, nou, we hebben ooit, is dat verworven recht geworden. Dat hoofdstuk sluiten we af. Dat boek gaat nooit meer open en dat blijven we gewoon vieren. Ja. Ik vind het ook heel belangrijk dat mensen, als ze zich niet kunnen herkennen in de wetgeving die er nu is en de cultuur die nu is rondom abortus, dat je dat ook gewoon de kenmerk kunt maken. Het is niet, want dat nieuw, wordt weinig gehoord door in de media. Maar het is laat ik nog één ding zeggen. Als je blijft maar door. Nee. Maar als ik Extinction Rebellion bijvoorbeeld met 10 demonstranten ergens zie, krijgen ze ontzettend veel aandacht en dan wordt een maatschappelijke discussie over gevoerd. En dan gaat het over abortus en er zijn 10.000 mensen, er is heel weinig aandacht voor. Dus ik vind het belangrijk om gewoon dat signaal te blijven afgeven. Ja, nee, het is geen, het is niet nieuw dat Democraten 66 de democratie niet meer heel hoog in het vaandel heeft staan. En dat heel veel discussies niet meer gevoerd mogen worden. Ze noemen het zelfs de discussie over abortus, eventueel afschaffen van het recht op abortus, teruggaan naar de middeleeuwen. Ja, dat vind ik ook en wel dat, een beetje. Ja, maar dat snap ik op zich niet wel. Zeggen het argument. Maar ik snap wel dat je maar het debat, dat is het allerbelangrijkste in democratie, moet gevoerd blijven worden. Ja, daar ben ik, tuurlijk. Zo begonnen we ook deze podcast, hè. Met Elon Musk op Twitter, dat debat is juist super belangrijk. Ja. Op het moment dat je dat kapot gaat gooien, ja, dan raken mensen die worden gefrustreerd, want die voelen zich niet meer gehoord en dan krijg je omroep als Ongehoord Nederland en dan dat in principe zou dat ook helemaal niet nodig moeten zijn. En helemaal eens. Alleen ja, dat mensen die moeten vertel. Nou, ik zat nu net te denken, wij hebben in de westerse wereld, om het maar even zo te noemen, wel een ander kunnen het ons veroorloven om een andere kijk te hebben op abortus, omdat wij het goed hebben hier. Maar als je kijkt naar Afrika, daar hebben ze sowieso al veel minder goede anticoncepties. Ze hebben daar bijna niks. En dan krijgen ze alleen maar kinderen, die mensen. Want dat zijn ook gewoon mensen, die hebben ook hormonen en die gaan. En dan krijg je gezinnen met 10, 12, 13 kinderen, terwijl ze niks hebben om te eten. En daar hebben ze ook nog niet echt veel recht op abortus. Dus je ziet dat het daar soms ergens in een steegje op een soort geïmproviseerde manier gebeurt, wat allemaal complicaties ook weer heeft voor zowel de moeder als het kind. Ja. Ja, daar in dat soort landen vind ik, is het dan niet juist goed om daar ook wel open te gaan staan voor abortus, juist omdat die mensen hebben het al heel zwaar en die worden het wordt alleen maar meer mensen en meer kinderen die daar dus geboren worden met amper kansen om. Ja, het aantal de kindersterfte is daar ook nog heel hoog. Dus je wordt wel geboren in een land waar je het super slecht hebt. Maar je van een geslachtsziekte. Nou ja, precies. Of je hebt kinderen waarvan je al weet dat ze een beperking hebben. Ja, wat vind je? En dan, ik ging opzoeken. Daarna laat ik jou praten hoor. Maar er was ook een website. Stond op met argumenten die mensen voor abortus kunnen geven en wat je dan als christen daarop zou kunnen antwoorden. Ik stuur dat ook naar jou door trouwens. En er stond één ding van, ja, kinderen met een beperking die hebben ook recht om geboren te worden, want dat zijn ook kinderen van God. Maar ik denk dan altijd wel, is het voor het kind? Want er zijn kinderen die zoveel pijn hebben. Mijn achterneefje die heeft vlinderziekte. En dat komt erop neer dat hij alles wat hij aanraakt, of kleding of whatever, hij zit onder de blaren, hij zit permanent in de pijn en hij gaat waarschijnlijk niet ouder worden dan 30. En hij kan niks, hij kan geen kind zijn. Stel dat is dan helaas niet zichtbaar door een punctie, of misschien, daar moeten mensen maar niet op gaan bestraffen nu, dat weet ik niet helemaal. Maar wat vind je daar dan van? Als je dat kan zien, heeft dat kind, ja, dat is dan misschien Gods wil geweest, maar doe je dan niet alleen maar het goed voor het kind als je dat dan behoedt voor die pijn? Eerlijk gezegd heb ik daar geen sluitend antwoord op. Omdat ik denk dat deze discussie nooit sluitend kan zijn, omdat je altijd te maken hebt met leed. Kijk, of je het nou, als je het bij abortus doet, dan is het leed misschien dat je dus een kind doodt. In principe een ongeboren kind doodt. En aan de andere kant, als je het kind geboren laat worden, heeft het ook ontzettend veel pijn. En
Ik denk dus dat je daar nooit helemaal een sluit antwoord op kan vinden waarmee de je verkort de pijn wel. Ja, dus ik snap het. En ik vind dat ook meewegen, bijvoorbeeld in allerlei discussies, als het bijvoorbeeld ook gaat om het doorbehandelen. Moet je mensen eindeloos doorbehandelen? Mm-hmm. Of mag je op een gegeven moment ook zeggen, nee, dit is uiteindelijk mag hier ook een einde zijn. Dus ik vind best wel dat je dat mee mag wegen. En niemand heeft volgens mij in deze, of je nou pro-life of pro-choice, om het maar even zo te zeggen, bent. Volgens mij is er geen oplossing waarbij je al het leed uiteindelijk en alle problemen uiteindelijk. Niet, dus je legt het ergens neer. Je verplaatst het misschien de plek, hè, waar je het neerlegt. En dat blijft heel erg lastig. Ja. Maar dat betekent niet dat daarmee. We kunnen niet al het leed uit de wereld. Exact, en dat is het lastige. En dat is het lastige. Maar dit is wel een manier om het te helpen. Ja, we hebben nu een mening over een discussie over abortus. En de een staat er zo en de ander staat er zo in. Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk komt het toch vaak terug op zoveel mogelijk leed verzachten of verhelpen, of hoe je het ook wil noemen. Alleen wat Tom terecht zegt in mijn ogen. En ondanks dat hij wel anti-abortus is en ik pro-choice ben, om het maar zo te zeggen. Is dat natuurlijk wel gewoon wat er aan de hand is. Dat we alles maar willen verzachten en dat we weinig meer. Maar is dat erg? Om het bij dat voor dit soort kinderen, voor dit soort gevallen. Nee. Want ik vind echt dat je het per geval moet bekijken. Ja, ik ook. En dat in Afrika terugkomt op wat je net zegt. Ja, dat is ook heel lastig. Alleen. We zijn met zoveel mensen. De bevolking groeit alleen maar. Het is niet. We zijn niet in de Handmaidstil, we even die serie kennen. Maar dan is er een tekort aan. Ja. Het is niet dat die kinderen nodig zijn, want we zijn met te veel mensen. Ja, ik vind het ook een lastige discussie. Want wat Tom zegt, je kan hier ook niet een sluitend antwoord op geven. Want dan is het andere. Je blijft leed naar het andere. Het is zo moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om het hierover te hebben. Want ja, ik ben ook maar. Ja, emotioneel. Ja, maar dat is niet nodig. Nee, maar ik vind het wel. Er wordt in ieder geval aan deze tafel genuanceerd met respect en met begrip voor emotie kunnen leven gesproken. En of je nou pro-life of pro-choice bent, dat maakt in dat geval niet uit. Volgens mij erkennen we allemaal dat. We hebben best wel veel common ground gevonden, denk ik ook. Met dat je er van tevoren veel meer aan zou moeten doen in de voorlichting. We moeten niet alles hier in deze podcast. Dat je het allemaal niet hoeft te bejubelen. En zo. Nee, maar we moeten in deze podcast ook niet alles kapot willen nuanceren. Nee, als je een mening hebt, mag je een mening hebben. Ja, natuurlijk. Dat proberen wij juist. Alleen, nee, maar dat vind ik heel mooi dat je zegt. Ik wil er eigenlijk juist aan toevoegen dat het juist super belangrijk is dat we dit soort gesprekken voeren. Ook al staan we soms mijlen ver uit elkaar. Mm-hmm. Maar ja, je moet gewoon naar elkaar luisteren. En op de inhoud het gesprek moet op de inhoud worden gevoerd. En niet op Twitter met een of andere sneer, dan weer een andere sneer. Ja. Jij bak, iemand wegzetten. Want dat heeft helemaal geen zin. Dan ga je. Ja. Dat al die lui die tegen die linkse lui, om het maar even zo gechargeerd te zeggen. Linkse lui. Ja, sorry dat ik het zo zeg. Maar het enige wat zij doen is er mensen met een andere mening. Die zetten ze dan weg als wat je eigenlijk begin ook deed. Misschien maakt hij een grapje, maar je deed het wel. Extreem rechts. En dan zit je weer in een bepaald hoek. Zo, die doet niet meer mee aan het debat. Nee, ja, je mag wel meedoen. Nee, ja, je mag wel meedoen, maar uiteindelijk moet je gewoon je bek houden. Ja. Je mag niet daar werken. Maar in ieder geval grapje. Nee. Ja, nee. Maar ik snap wat je zegt. Maar daarom probeer ik het. Nee, ik zou een persoonlijk voorbeeld over wegzetten. We gaan aan afronden. Ja. Over een persoonlijk voorbeeld. Ik werd laatst geconfronteerd met iemand die ik jaren niet heb gezien. Dat het er blijkbaar rondgaat. Dat ik een of andere in het koorwereldje waar we een keer podcast over op hebben opgenomen. Dat ik word gezien als een of andere extreem rechtse gozer. Oh ja, dan hoorde ik dat iemand heeft. Ze had het tegen iemand gezegd om wie ik dan geef. En maar nee, niet uit wie, want ik ga niet naar mijn rugnummer noemen. En dan dacht ik, moet ik mezelf dan nu weer daar tegen gaan verdedigen? Nou, ik was eventjes van slag. Want ik dacht, jeetje, van diegene vind ik het wel vervelend als zij dat gaat denken van mij. Ja. Ja. Maar toen dacht ik ook al heel snel van, jeetje, het moet toch niet gekker worden dat het allemaal worden weggezet en dat ik me moet gaan verdedigen. Waarom zou ik me moeten verdedigen omdat ik een andere mening heb? Ja, dat is heel erg. Kijk, als ik zeg dat alle Joden naar een kamp moeten worden gebracht, maar bij wijze van spreken, dan snap ik dat. Iets of nee, maar dan, dit nou... Dan zou ik me, dan snap ik heel goed dan dat je ik me zou uit te leggen. Dan heb je iets uit te leggen, om maar zacht te zeggen. En dan wil je ze... En dan zou ik ook misschien eventjes bij het politiebureau op bezoek moeten. En dat zou ik ook nog snappen. Ja. Maar, nou, snappen, dat zou ik heel erg snappen, maar... Om een andere mening, jongens. Kom maar op, ik denk normaal doen. Dat wel een rode draad is in de hele geschiedenis en alle maatschappelijk. Want ik denk ook als je weer even over abortus wil hebben, om het af te sluiten. Die mensen hadden ook een andere mening. Want het was niet oké eerst om abortus te plegen. Toen ontstond baas een eigen buik. En dat was eerst ook, werd ook door heel veel mensen weggezet. Dus ik denk, wat jij ook probeert. Jij probeert een ander geluid te laten horen. En ik denk dat elk ander geluid in het begin dat er heel veel tegengas op komt. Omdat het niet klopt met wat de algemene opvattingen zijn. Ja, over en alles wordt wat dus dat is inherent aan een andere mening hebben. Is dat je dus gedoe over je heen krijgt. Ja, en alles wordt in de FVD-hoek gestopt ook. Ja, klopt. Ja. En ik vind dat ook wel jammer. Want ik ben niet eens lid van de FVD. En er wordt altijd, als ik weer wat rechts of
conservatief, dan is het altijd eerst wat je moet zeggen. Oh, dan ben je eigenlijk geen FVD, Tom, dan ga je overstappen. Ja, FVD. Maar aan de andere kant gebeurt het ook. Aan de andere kant is het ook weer makkelijk. Ja, het is weer het narratief van de overheid. Er wordt aan twee kanten gedaan. Ja, ik vind dat de politiek fucking kinderachtig is. Excuse my language. En ik vind dat wij daar verandering in moeten brengen. Dan ga ik met mijn pitches, jongens. Goed einde. Dat gaan we zeker doen. Het debat wordt hier aan deze tafel nog wel vaker gevoerd. Zeker. Mogen komende gasten aankondigen over dat debat? Dat lijkt me wel. Hebben we wel super gedaan. Dus de eerste gast, de volgende gast, de volgende podcast die we gaan zien, is met Chris Albers, een bekende journalist. Ik ga hem dan nader introduceren. En met hem ga ik het over heel veel onderwerpen hebben. Maar onder meer dus over het debat en waar liggen de grenzen. Hoe moet dat zich dan verder ontwikkelen? Ook als hoe moet je het nieuws lezen? Hoe moet je het nieuws lezen? Komt allemaal aan de orde. Dus daarvoor moeten jullie natuurlijk gaan abonneren. En wat wou jij nog verklappen? Nou, Tibor, die op Instagram vooral bekend. Is voor menselijke verbindingen. En spreekt zich uit over man, vrouw, et cetera. Dus dat wordt heel interessant. En binnenkort de roze voorzitter van de Roze Kameraden. Dat is een van Feyenoord. Supportersgroep van Feyenoord. Ik het niet. Heel kort uitleggen. Ik ben als Ajax-ziet niet aanwezig. Zij komen op voor de LGBTI-gemeenschap, omdat ze zich niet veilig voelen of gehoord voelen in en rondom de Kuip of Feyenoord. Dus heel interessant. En over het debat gesproken, dat wordt ook een debat, want ik ben kritisch op het oprichten van dergelijke clubjes. En ik ben kritisch op jou. Ja, kijk. En dat zo cirkeltje weer rond. Hartstikke mooi. Maar mensen, abonneer dus vooral als je die gesprekken ook wil meekrijgen. Het was goed dat je keek. Leuk dat je gekeken hebt en het einde ook hebt gehaald. Dus tot de volgende keer. Bravo. En nog een fijne dag. Applaus voor jou. Ciao.